Wij zijn Lamer System Care en wat wij doen in de grootste zin van het woord is het voorkomen van aangroei aan schepen, inleidingwerk, aan koelers op een duurzame, milieuvriendelijke manier. Dat gebeurt met een ultrasoongeluid. We hebben daarvoor een soort speakers, een soort elementen die we aan de binnenkant van het schip kunnen monteren, kunnen plakken. En die elementen zorgen ervoor dat een akoestisch geluidssignaal wordt gevormd aan de romp van het schip of in een leiding. En dat voorkomt dat eencellige bacteriën, algen, biofilm en dergelijke aangroeit aan leidingen of aan de romp. Waarom is dat zo belangrijk? Het heeft meer te maken met het feit dat in de scheepvaart aangroei een grote problematiek is. En dat heeft ook als gevolg dat je storingen hebt in je koelsystemen. Maar ook natuurlijk aangroei aan je romp leidt tot een enorme verhoging van je brandstofkosten. Ook de CO2-uitstoot, stikstofreductie en dergelijke, daar kunnen we allemaal aan bijdragen op een milieuvriendelijke manier. Met dit systeem. Wat we verder doen is, wij importeren het product, we modificeren hier en daar, we breiden het uit, we maken het eigenlijk als system integrator helemaal geschikt voor een specifieke toepassing. Nu nog ja, zeker 80-90% in de maritieme industrie, daarom staan we hier op Maritime Industry in Gorinchem nu. En in de toekomst ook steeds meer op het gebied van de industrie. Je ziet procesinstallaties die last hebben van scaling of andere vervuilingen, leidingen, kunnen wij voorkomen met dit systeem. Het laatste wat ik nog kan melden is dat we ondanks ook een dealerschap hebben van de meetapparatuur. Dat doen we met een partner in Nederland. De meetapparatuur komt uit Duitsland. En die meetapparatuur is voor ons bedoeld om te meten hoe het geluidssignaal zich verspreidt over de constructie. Om een zo groot mogelijk effect te creëren. Dus daar gebruiken wij die meetapparatuur voor, maar sinds kort zijn we daar ook dealer van geworden. Dus we verkopen die meetapparatuur nu ook aan onze klanten. En met die meetapparatuur kun je onder andere ook lekdetectie uitvoeren. Wat ook steeds belangrijker wordt met de laatste toepassing van LNG-installaties, waterstofinstallaties. Dus het wordt steeds belangrijker om vroegtijdig mogelijke lekken te detecteren. En dat kan met deze apparatuur.